Het assembleelid Dil Sharman is niet optimistisch over de manier waarop de regering het nieuwe huisartseninformatiesysteem, HIS, wil uitvoeren. Hij is van mening dat het ministerie van Volksgezondheid dit project verkeerd voorbereidt. Het HIS is een digitaal netwerk dat de regering speciaal wil creëren voor huisartsen om de informatiestroom van en naar deze groep te vergemakkelijken. Sharman merkt op dat momenteel meerdere soortgelijke systemen in het veld zijn. Het SZF, RGD en de medische zending hebben al met een soortgelijk model gewerkt. Hij vraagt zich af waarom de regering niet één van de bestaande systemen overneemt en aanpast aan de tijd. Hoewel de parlementariër niet tegen automatisering is, vindt hij dat de regering het wiel opnieuw wil uitvinden. Vooral omdat er meerdere ongeregeldheden te merken zijn in dit systeem. Als je kijkt naar de aanbesteding, de offertedocumenten, et cetera, dan zie je dat er een heleboel dingen zijn die comptabel niet helemaal in orde zijn. Begrijp je wel? Dingen als je moet een bankgarantie hebben van een bankinstelling die bij de Nederlandse Vereniging van Banken is, lid is van zo'n vereniging. Hè? Als je zo een clausule inbouwt, dan sluit je al die Surinaamse jongens uit. Begrijp wel? En nog een heleboel dingen als je ziet wat geheimhouding betreft, wat voor clausules er allemaal zijn. Dus mensen die over het document beschikken en die voldoende geïnformeerd zijn, die kunnen dan zien dat er sommige dingen zijn die in een bepaalde richting geduwd worden. Hè? En dat is niet correct, dat is niet eerlijk, dat is niet transparant naar alle mensen die zouden willen inschrijven en ook graag zouden willen invoeren. Los van het feit dat ik er geen voorstander van dat het wordt uitgevoerd zoals het nu wordt uitgevoerd. Hè? Laat me dat duidelijk stellen. Dus procedures en processen zijn niet correct. En ik denk dat zeker wat comptabiliteit betreft, maar ook wat regelgeving betreft ten aanzien van aannemen van werken, dat er daarover al regels bestaan die nageleefd moeten worden. Volgens assembleevoorzitter Jennifer Simons moeten de opmerkingen van Sharman heel serieus genomen worden. Tijdens de openbare vergadering van vrijdag riep ze hem dan ook op om het bewijsmateriaal waarover hij beschikt te overhandigen aan het parlement. Als het lid concrete zaken heeft waar hij mee kan aantonen dat er iets niet goed gaat in dat project, dat het gestopt moet worden of dat het anders moet worden gedaan, dan is nu het moment, want kijk, hij presenteert de dingen hier en zolang hij zijn conclusies trekt, is het zijn mening. Maar als hij bewijsstukken heeft, dan dient hij die in belang van die samenleving te presenteren, zodat wij ze aan die regering geven en zeggen, regering, er gaat daar met je project iets verkeerd. Dat is, ja, wij hebben dat gedaan, de regering heeft informatie gegeven. Dat is ons werk hier, dus Le Charman heeft gesproken, ik heb hem niet onderbroken, hij heeft rustig gesproken, hij heeft zijn case opgebouwd, omdat dat zijn werk is. Hij moet dan presenteren wat hij denkt dat er niet goed gaat. Maar op een bepaald moment zegt hij, ik heb de bewijzen. En dat is het punt waar ik in gereed ben. Geeft u ons de bewijzen. Tijdens de openbare vergadering van afgelopen vrijdag.